fotografie is hartstikke hot, dus ik ben weer bij Foto de Vakman om de laatste nieuwste tips te horen wat we allemaal gaan bekijken. Vorige week hadden we de Panasonic GX1 en het kan nog kleiner. Dirk, wat heb je deze week voor ons? Ik heb deze week de QX10. Deze lens is eigenlijk een camera voor je telefoon waar je 10 maal mee kan zoomen en die stabilisatie heeft. Normaal als je met de telefoon gaat fotograferen, heb je een heel klein chipje en dus ook een lage kwaliteit. En je kunt niet inzoomen. Deze heeft een grote chip en die zorgt er dus voor dat je foto's ook bij slechte omstandigheden kunt fotograferen. En eenmaal gefotografeerd, deel je dit met het internet via Facebook of wat je ook wil. Dus je gebruikt niet meer de camera van de telefoon, maar alleen de telefoon als bedieningspaneel en het schermpje en de lens maakt zijn eigen foto's. Hij maakt connectie via de app die op die telefoon staat. Hoe is het met de fotowedstrijd gegaan van vorige week? Nou, die loopt goed. We hebben al veel inzendingen gehad via onze Facebookpagina, maar ze kunnen nog steeds insturen. En ik begrijp dat Digifoto Pro jullie app gemaakt heeft, zodat mensen heel handig hun foto's kunnen uploaden. Inderdaad, en dat gaat hartstikke mooi. En je kunt ze allemaal op onze site zien en je kunt daar ook op stemmen.